Hallo allemaal, welkom bij Bladwijzer. Deze keer vanuit de bibliotheek in Sint-Katelijne-Waver. Straks moet u heel goed opletten, want dan stel ik de prijsvraag waarmee onze befaamde Bib van Bladwijzer kan winnen. Een literaire schat van maar liefst 1000 euro. Maar eerst verdiep ik me samen met Ronnie Daalman in de wonderwereld van het vaderschap. Toen zijn vriendin 2 jaar geleden voor het eerst zwanger werd, kreeg de acteur last van koudwatervrees. En dat is niet verwonderlijk, want een kind op de wereld zetten brengt immers heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Zijn beleving van de zwangerschap en de geboorte schreef hij neer in dit dagboek. En dat uiteindelijk alles helemaal is goed gekomen, dat kon ik zelf vaststellen toen ik het jonge gezin een bezoekje bracht. Joehoe! Ja, Maxime is geboren op 8 september 2007. Ik denk rond iets na 1:30 s'morgens. Binnen een goeie 4 maanden wordt hem dus 2. En dat vind ik wel ongelooflijk hoe snel dat gaat. In het begin is het zo'n beetje zoeken, want je hebt er niet veel van terug. Je hebt het op afgegeven en dan slaapt. Of dan zou je moeten slapen. Maar nu is dat echt spelen en interactie. En dan komt je naar u en oh, mama, mama. Of oh, papa, papa heeft een nieuw woordje geleerd in de crèche. En dat is zo fijn. Ik vind het echt een toffe gast. En wat heb je gedaan met de kindjes? Maxime zei tegen iedere man papa. Oei, het boek is er gekomen naar aanleiding eigenlijk van een gesprek tussen Fabienne en ik, omdat zij ongeveer 6 maanden zwanger was. En ik vroeg aan haar, we zaten hier aan de keukentafel, en ik vroeg aan haar van hoe voelt het nu om zwanger te zijn? Wat gaat er nu om? Voelde jij als kindje bewegen of had dat stamp, doet dat pijn? Want ik zag af en toe dan in het begin van haar buik zo'n bultje dat eruit kwam. Wat doet dat? Ik kan me inbeelden dat dat niet goed moet doen. Ik zei, jongens, zeg alleen maar een onze vraag, laat me even doen, ik wil wat rusten. Ik dacht van, ja, maar ja, als man, je staat hier maar aan de zijlijn en je wordt verwacht van alles te kunnen opvolgen en weten eigenlijk wat dat is. En toen zei ik tegen haar van, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor mezelf gewoon beginnen typen, beginnen schrijven over ja, hoe dat ik al die dingen ervaar. Waar is mama? Waar is mama? Daar. En wie is dat? Wie is de kleinkindje? Daar ben jij. Hallo, mam. Het is autobiografisch, ze hebben het zelf meegemaakt. Het is effectief. Gans de periode van Fabien naar zwangerschap, naar Maxime toe, totdat hij geboren werd. Wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En naar elke stap toe, ook van zwanger worden. Wat zijn tips om zwanger te worden? Allee, tips is een raar woord. Dat vind ik vrij goed. Maar bijvoorbeeld, hoe moet je lichaam gaan voorbereiden op een zwangerschap voor zowel man als vrouw? Heb je problemen? Wat zijn bijvoorbeeld 13 gouden tips staan erin om voor de man dan je zaad te verbeteren? Bij wijze van spreken, je moet dat nu niet in die zin serieus nemen van, oké, als ik dat volg, heb ik hier sprintzaad dat de Olympische Spelen kan meedoen. Dat is nu ook weer niet het plan. Maar dan weten we wel van, oké, mijn lichaam is in een gezonde vorm. En maximaal gewoon om hopelijk een kind te kunnen verwekken. Maxime, gaan we eens rondrijden? Papa's knieën krakken al. Ferme vent. Tada. Ik denk dat het voor een man gewoon leuk is om te weten of te lezen of te kunnen lezen van het is niet abnormaal dat ik mij soms een beetje het derde wiel aan de wagen voel. Dat klinkt misschien heel raar om te zeggen, maar het is soms wel zo. Omdat vrouwen in haar zwangerschap op dat moment zijn eigenlijk één. Die hebben één kokonnetje van zichzelf, van haar emotionaliteit, van al haar gevoel dat in zich rondgaat. Maar als man kun je er bijna niet aan participeren. Man bedenkt te denken van, ja oké, hoe, het is wachten, wat moet ik eigenlijk zeggen de eerste keer dat ik mijn kindje zie, aangenaam, ik ben papa. Dat zijn eigenlijk allemaal gevoelens heel de zwangerschap door. Ook met die hormonen, hoe moeten we ermee omgaan en wat is wel en wat is bijvoorbeeld fout om te doen. En in die zin, ik denk dat ik het ook zelf leuk had gevonden om het boek te kunnen lezen voor of tijdens dat Fabien zwanger was. Ja, kijk eens naar mama nu, kijk eens naar mama. Ja. Ik kon mij absoluut niet inbeelden hoe graag dat je kind kunt zien. Dat klinkt heel cliché, hè? Ongelooflijk cliché. En de wouwers zeggen er altijd van, oh wacht, moet dat je zelf kinderen hebt, dan gaan we weten wat dat voelt. Maar dat is echt. Dat is echt. Ik vind Maxime is. Ik heb nog nooit iemand zo lief gehad of zo graag gezien als Maxime. Dat is mijn wereld, dat is mijn alles. En dat had ik echt niet verwacht. Een trotse papa, dat is Ronnie Daalman zeker en vast. En wie benieuwd is naar zijn handleiding voor aanstaande vaders, moet nu een sms'je sturen. Met erin het woord bladwijzer naar het nummer 3024. Mannen die willen leren omgaan met de hormonale kuren van hun zwangere vrouw. Grijp uw kans, zou ik zeggen.
Hier in de BIP van Sint-Katelijne-Waver wordt juni een heel drukke maand. Een overzichtje van hun literaire activiteiten. Heel de maand lang kan je tijdens de gewone openingsuren een fototentoonstelling komen bekijken van Amnesty International. En de kleine literatuurliefhebbertjes worden in Katelijne verwend door een voorleesvee. En dan is het nu tijd voor de wekelijkse portie poëzie in Bladwijzer. Het ouderdomsteken van het Molse poëzieatelier Boni van Beirendonk wordt vandaag ingekaderd. Geef me een stukje potlood en 10, 12 woorden om mee te goochelen. En geef me 5, 6 lezers met 3 minuten tijd. Geef me een handvol lezers, nog van die oude stijl, die bij het hardop lezen instemmend durven knikken van ingenomenheid. En geef me dat ik nu en dan over het menselijk bestel, de wereld of mezelf in 12 of 13 woorden iets zinnigs zeggen kan. Bij de VRT zit heel wat schrijverstalent. Radioproducer Tony Koppers is daarvan het bewijs, want hij heeft een nieuwe intrigerende thrillerreeks gelanceerd. En Engel is daarvan de tweede telg. Verwacht u niet aan het klassieke detectiveverhaal met bloedspatten op elke pagina. Nee, Engel is een kunsthistorische legpuzzel waarbij u tijdens het lezen nog heel wat opsteekt ook. Museum voor Schone Kunsten in Brussel staat inderdaad centraal. Het boek begint in het museum met een nogal bizar voorval dat mijn hoofdpersonage Lise Meerhout daar naartoe wordt geroepen omdat er een gipsen beeld van een engeltje voor een schilderij ligt en dat baadt in een plasje bloed. Ik wil niet zeggen dat er een misdaad is gepleegd, maar bizar is het wel en het is eigenlijk de aankondiging voor alles wat er in het boek gaat gebeuren. Mijn hoofdpersonage is een hoofdinspecteur kunstcriminaliteit, zoals dat heet. Zij wordt in het museum geroepen omdat dat beeldje daar ligt van die engel. Ze snapt er niks van. En dan wordt er een eerste moord gepleegd. En die moord is een bijna exacte kopie van het beroemde schilderij dat hier achter ons hangt, tegen de muur. De dood van Marat, van Jean-Louis David. Het is dus effectief zo dat iemand mensen vermoordt, zoals op schilderijen. En dat hij of zij Lise verwittigt via briefjes en allerlei hele vreemde raadseltjes dat er iets staat te gebeuren. Ik kwam iemand die een beetje het tegendeel was van het soort inspecteurs dat je altijd op televisie ziet passeren of in thrillers. Het cliché van de oudere, slecht geklede, doorgezakte inspecteur met een drankprobleem en met een groot vrouwenprobleem. Ik wou gewoon een moderne vrouw als inspecteur hebben en niet het cliché. Het stelt mij ook in staat, zowel mijn personage, de vrouw, als de kunst waarmee ik werk, om weg te gaan van iets anders waar ik een hekel aan heb, namelijk al dat soort bloed dat van de pagina spat. Hè. Ik ben altijd geboeid door mijn grote goeroe, door John le Carré. Dat is een man die ontzettend veel aandacht besteedt aan de echtheid van de personages die hij opvoert, aan mensen met hun kleine kantjes, met hun gebreken, die vaak van doorslaggevende aard zijn in het oplossen van een bepaalde zaak. Dat boeit mij veel meer. Mensen van vandaag neerzetten in een spannende omgeving, in een gewoon spannend, lekker verhaal, dan de gruwel te gaan opzoeken. Dat zegt me niks en daar ben ik ook niet goed in, denk ik. Dat kan ik ook niet. De bedoeling is dat Lise nog wel een tijdje meegaat. Ik denk dat het een personage is met nog heel veel toekomst. Het is een vrouw die nog veel in haar leven kan meemaken en zal meemaken. Zij moet zich ook echt staande houden in een mannencultuur, wat niet makkelijk is, maar ze slaagt erin omdat ze doorbijt. Dus ze zal ook doorbijten in mijn boek. De bedoeling is dat er nog een aantal jaren Lise in Brussel volgen in de kunstcriminaliteit.
Wilt u 1000 euro aan boeken winnen? Spits dan goed de oren, want hier volgt de prijsvraag voor de Bib van Bladwijzer. Hier komt die. Wie van de volgende 3 schrijvers denkt u heeft de Bib van Bladwijzer meehelpen samenstellen? Denkt u dat het A. Padonné is? SMS dan Donné naar het nummer 3024. Denkt u dat het Dick Matena is? SMS dan Matena naar het nummer 3024. Of zegt u nee, het was Stefan Brijs? SMS dan Brijs naar het nummer 3024. U kan meedoen tot morgen vroeg. En hiermee zit Bladwijzer er helemaal op voor vandaag. Veel succes en tot volgende week.